van mijn vele favoriete boeken, maar dan wel een van de allerfavorietste boeken, is het boek Tonio van A.F.T.H. van der Heijden. Dat is bijzonder, want eigenlijk vind ik A.F.T.H. helemaal niet zo'n superschrijver. En toch is dit boek vanaf bladzijde 1 me bijgebleven. Je hebt heel vaak, als je een kijkje krijgt in de keuken van een schrijver, en vooral als het gaat over verdrietige dingen, dat je je een voyeur voelt en dat je eigenlijk te dichtbij komt. En dat vind ik zelf heel onplezierig. En wat hij heeft gedaan, en dat vind ik zo verschrikkelijk knap, hij heeft ons bijna laten meegenieten van het leven van zijn kind. De liefde waarmee hij over dat kind sprak. En de afstand die hij er tegelijkertijd inlegde, zodat we allemaal konden kijken zonder, zeg maar, mee te worden gezogen in dat gezin zelf. Je ziet dus 19 jaar Tonio en zelfs het afscheid in het boek, hij rondt het zo prachtig af. Ik kan alleen maar zeggen, jong en oud, lees het.